ga even een halfjaartje niet kijken naar de True Now. Kijken of dat positieve invloed heeft op mij. Ik denk het eigenlijk wel. Ook de journaal-apps van mijn, de nieuws-apps van mijn telefoon. Gewoon als dat allemaal niet meer mijn hoofd en mijn huiskamer binnenkomt. Volgens mij wordt het leven dan gewoon een stuk eigenlijk gewoon zalig, denk ik. We zijn ook een beetje aan de zomer toe, denk ik. We zijn een beetje toe aan mooi weer allemaal in Nederland. Misschien wel in heel Europa. Een beetje vitamine D hebben we nodig. Want ook, ik heb begrepen dat ook het coronavirus niet tegen temperaturen boven de 25 graden kan. Dus het wordt tijd. Gelukkig heb ik zelf al vakantie gehad. Ik ben al op vakantie geweest. Dus ik had al in januari een flinke dosis vitamine D te pakken. Dus daar teer ik op de afgelopen weken. We waren voor het eerst op vakantie met onze zoon James, 1 jaar oud. Naar het tropische Thailand zijn we geweest, 3 weken. En dat was heel bijzonder. Het was heel anders dan ik vroeger altijd deed. Het werd natuurlijk geen rondreis deze keer. En ook niet geen backpackersvakantie, geen scootertjes rond het eiland. Dus ik dacht wel van, hoe gaat deze vakantie bevallen? Alleen, ik ben erachter dat hij natuurlijk zijn slaapjes nodig had. Wij konden ook geen kant op. Dus ik heb eigenlijk de meest relaxte vakantie van mijn hele leven gehad. Ik ben nog nooit zo uitgerust. En als je uitrust, dan op een gegeven moment is je hoofd, dan kun je je hoofd echt helemaal leegmaken. En dan is er ruimte voor creativiteit. En dat heb ik heel goed gemerkt. Ik heb ook altijd, als ik op zo'n vakantie ben, dan heb ik een briefje en een pen op zak. Voor als ik dan creatieve momenten heb en ik wil dingen opschrijven, dat ik dat meteen kan doen. En zo had ik dus op een gegeven moment even een momentje voor mezelf. Mijn vriendin had mij in Thailand net verteld dat ze weer zwanger was. Voor de tweede keer. Maar dat moest ik even in mijn eentje verwerken, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Dus toen ben ik even een wandelingetje gaan maken in mijn eentje. En toen zat ik daar op een gegeven moment net voordat de zon onderging. Even alsof ik ook zo'n backpacker was. Ik zat bij zo'n ploegje met jongelui in de buurt. En ik had ook een fles wijn meegenomen met nog een beetje erin. En ik zat daar onder een palmboom. En de zon die was aan het zakken. En ja, je kunt wel begrijpen dat ik toen een enorm gelukzalig gevoel had. Dus ik pakte dat briefje en die pen en ik begon te schrijven. En ik schreef een aantal dingetjes op in dichtvorm over hoe ik op dat moment over het leven dacht. En dat ik nu een beetje begon te begrijpen waar het om draait allemaal. En ondertussen had ik die fles ook leeg gedronken. En toen heb ik in een soort van romantische bui, heb ik dat briefje opgevouwen en die heb ik in die lege fles gestopt. Kurk er weer op en toen heb ik die fles zo stiekem, zonder dat die andere mensen het zagen, begraven op de plek waar ik zat, in dat zand en netjes toegedekt. En toen, dat ik later wegliep, toen fantaseerde ik over een situatie dat ik over een jaar of 30 tegen James ga zeggen, als hij dan misschien ook net vader is geworden, dat ik hem dan ga vertellen dat ik ooit 30 jaar geleden op dat en dat strand in Thailand bij die boom een fles heb begraven met daarin een boodschap voor hem. En dat hij dan denkt, potverdorie, die fles die ga ik zoeken. En dat hij dan afreist naar Thailand, misschien ook wel zelf met zijn eigen zoontje. En dat hij dan echt die fles opgraaft en dat leest. En dat hij dan op diezelfde plek zit naar zo'nzelfde zonsondergang te kijken. En dat hij dan misschien wel hetzelfde gevoel heeft en op dezelfde manier over het leven denkt als ik. Het was allemaal maar een fantasie, maar er is wel een liedje uit voortgekomen. En dat liedje, dat heet De Fles. Het was niet de beelden die mij de verbeelding gaf. Kijk op de wereld heeft mij zoveel meer gebracht.
en trok me naar de zon oneindig ver, wanneer ik moest gaan. Tot ik wist waarom die om me gaat en morgen daar weer staat. Een man op het strand in de nazomer van Pescara. Onder de palmen, de drank had zijn werk gedaan. Daar heb ik een lege fles, mijn morele testament. Begraven in het zand waarop ik zat op dat moment. Doe de fles dan open om een geest te zien. Je bent ver gekomen voor deze vriend. Onthoud mijn woorden, ontvouw mijn ziel. Mijn grootste dromen. Maar als jij dat wil, als jij net als wij net op tijd je gelijke vindt, als jij in dat kind aan je hand iets van mij herkent, ga. En vind de fles en alles is goed. Begraaf dan na die wijze les de fles weer in de grond. Doe de fles dan open om mijn geest te zien. Je bent ver gekomen voor deze brief. Onthoud. Als jij dat wil.